Nou, dit is King. En King is net gearriveerd hier in de opvang. Hij heeft eerst bij mij thuis gezeten. Ja, hij heeft gewoon een moeilijke tijd gehad, want die had een glaucoom. Een heel groot oog, wit, peilde helemaal uit en ontstoken. En hij was op een camping waar hij tussen grote honden allemaal liep. En ik heb hem daar weggehaald. We hebben het oogje moeten laten verwijderen. Nou, er was echt niks meer aan te doen. Zoals je ziet, honden zijn slim. Hij ziet dus aan de rechterkant niks en zorgt dat hij dan het hekwerk aan die kant heeft, zodat van die kant op dit moment geen hond kan komen. En hij ligt nu de boel te bewaken, te bekijken, want ja, het is natuurlijk een totaal andere omgeving voor hem. Als je hem alleen hebt, is het echt een fantastische hond, heel vrolijk en vriendelijk, wil graag aangehaald worden. Nou, King heeft een hele dikke vacht, heel mooi, hij moet wel regelmatig gekamd worden. En hij heeft iets weg van een collie. En hij is natuurlijk nu erg op zijn hoede. Dus ik hoop later wat filmpjes te maken dat hij hier gewoon lekker in de opvang loopt. Maar King verdient zeker een kans na alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. We hebben bloed laten testen. King is gezond. En gecastreerd. Dat zal hij zijn, 2,5 jaar geloof ik. Dus nog een heel leven voor zich. En als het even kan, hier niet in de opvang. Want ja, ook deze honden verdienen gewoon een mooie kans in het leven. En die hopen we hem graag te geven.